Hey, Kjell van Vigny Ferra hier en ik had graag wat meer uitleg gegeven bij ons tastypakket Sauvignon Blanc All Night Long. Sauvignon Blanc is een van mijn persoonlijk favoriete druiven waar je witwijn mee maakt. Sauvignon Blanc is altijd een levendige wijn, iets wat grassiger aroma, een aromatische stijl die in ieder continent ook wel wat anders is. We gaan beginnen met twee Fransen. De eerste komt van Cheverny-regio in de Loire. De Loire is de langste rivier van Frankrijk en Cheverny ligt niet zo ver van Sancerre en Pouilly-Fumé. Dat zijn twee oerklassiekers van de Sauvignon Blanc-druif. Een Pouilly-Fumé en Sancerre op een wijnkaart is ook meestal een iets duurdere stijl. Deze Cheverny valt iets beter mee in prijs en zit eigenlijk qua smaakgehalte ongeveer op dezelfde hoogte. Daarnaast hebben we een Côte de Gascogne van Domaine du Tariquet. Domaine du Tariquet is een grote domein die eigenlijk vooral specialiseert in Armagnac. Hele oude, hele kwalitatieve Armagnacs en daarnaast hele mooie levende witte wijn ook maakt. Dat is een heel clean huis, zeer leuke stijl om te ontdekken. Dat is echt een basis Sauvignon Blanc die super lekker is. Daarnaast hebben we twee Sauvignon Blancs uit Oost-Europa, één van Moldavië en één van Roemenië. Onze Roemeense Sauvignon Blanc Paparuda is een iets frissere stijl, iets meer zoetjes. En de Sauvignon Blanc van Moldavië is dat iets wat meer een zachtere stijl, dat gaat wat meer exotisch volume gaan krijgen. Dan, als laatste hebben we twee Sauvignon Blancs van het zuidelijk halfrond. Het zuidelijk halfrond gaat ervoor gaan zorgen dat er wat exotischere vruchten gaan teweeg brengen in de wijn. We hebben een van Nieuw-Zeeland, eentje van Zuid-Afrika. Die van Zuid-Afrika gaat exotisch zijn, vooral mango en passievrucht en een heel lange afdruk in. En onze Sauvignon Blanc van Nieuw-Zeeland is eigenlijk het nieuwe mekka van die druif. Nieuw-Zeeland is een beetje de nieuwe wereldleider van Sauvignon Blancs van hoge kwaliteit. Nieuw-Zeeland bestaat uit twee eilanden. De beste regio om Sauvignon Blanc te maken is het zuidelijke eiland, de noordelijke regio Marlborough. Dat zijn ongeveer onze 6 Sauvignon Blancs die heel leuk zijn om een keer kennis te kunnen maken met het gamma. Het is heel leuk ook om deze twee Oostblok Sauvignon Blancs naast elkaar te proeven, omdat je dan echt wel weer gaat weten van oké, dat lijkt op elkaar, maar toch niet helemaal. Kijk, ik kan enkel en alleen nog zeggen, geniet van een goed glas wijn en kijk een keer verder op onze website. Je ziet wel of je iets interesseert.